de finish krijgen alle deelnemers gladiolen uitgereikt van het publiek. Bloemen. Maar ja, waarom dan gladiolen? Nou, dan moeten we even terug naar de Romeinse tijd. Want daar was het zo dat de gladiatoren letterlijk vochten om de dood of de gladiolen. Bij een overwinning werden ze bedolven onder de gladiolen, de bloemen. Nou, de naam komt van het Latijnse woord gladius. En dat betekent zwaard. En nou ja, als je naar de bloem kijkt, het lijkt er nog wel een beetje op. En tijdens de Vierdaagse worden er ongeveer 500.000 van dit soort bloemen uitgedeeld. Ja.